versoepelingen, bent u eraan toe? Aan versoepelingen? Ja. Maakt mij niet zo gek veel uit. Nee. In de zin van je moet kijken naar de cijfers. Naar de cijfers. En niet naar de versoepelingen wat mensen allemaal zo graag willen. Mensen moeten dus een klein beetje pas op de plaat maken. Oké. Okay. En kijken van hoe de situatie is en daarna handelen en niet anders. Oké, okay, dus u zegt we moeten wat meer ons gezond verstand gebruiken. Dat is sowieso. En onze emotie een beetje onderdrukken. Dat sowieso. En sowieso dat ze altijd achter hun eigen, ja, ik noem het dan maar grofweg, snikkelgevoel. Ja? Want ze willen op vakantie, ze willen dit, ze willen dat. Kunt u dat een beetje begrijpen? Nee. Nee? Oh nee? Nee, ik heb daar ook helemaal geen dingen voor dat mensen, ja, ik ben eraan toe. Ja. Ik stoot hem hier erop. Ja. Okay. Mensen kennen hun geschiedenis niet. 100 jaar geleden heb je ook een pandemie gehad. Ja. Zijn er geregistreerd 55 miljoen wereldwijd. Okay. Verdwenen, hè? Ja. Overleden. Ja. Aan de Spaanse griep. Ja. En mensen snappen er helemaal niks van. Ze denken alleen maar aan hun eigen ik en voor de rest niks. Okay. En ik wil wel dat er gewoon veel strenger beleid op is. En als mensen helemaal niet willen luisteren, zetten ze bij mij voor me op de akker met een spade en laat ze maar voor ons pippen. Zo. Dat klinkt orthodox. Niet orthodox, dat is van mensen. Spartaans misschien ook nog. Dat is Spartaans wel. Mensen moeten eens ophouden dat met okay, nou, in de voorgrond zetten. Ja, ik ben belangrijk zelfs, dat is niet zo. Uw mening is duidelijk, dank u wel. Alsjeblieft. Ik wens je nog een fijne voortzetting. Dank je wel. Toerist uit Den Helder in Dedemsvaart. Al jaren. Ja, hoe vindt u het om hier te zijn? Prima. Ja, is het veel anders dan in Den Helder? Want daar heb je meer water natuurlijk. Ja, daar heb je meer water, maar Den Helder wordt prachtig. Ja? Ja. En daar hebben jullie ook corona natuurlijk? Niet te kort. Wat vindt u, wat ik vragen wil over de versoepelingen die eventueel woensdag van kracht zijn? Hoe staat u daarin? Ik denk dat ze te vroeg doen. Te vroeg? Ja. Oh ja? Ja? Waarom denkt u dat? Nou, het schijnt dat er weer heel veel doden zullen vallen. En wij ontvluchten de Helder. Ja. We zitten hier op de camping. Oké. Vanaf 92. Ja. Dus dat is uitstekend. Ja, precies. Maar u zegt nog een beetje wachten. U hebt nog niet direct behoefte om zelf op het terras te gaan zitten in Hardenberg, Dedemsvaart. Nou, ik verwijt eigenlijk de jeugd vooral het feesten. En ja, ik wil ook wel feesten. Ja. Maar niet op die manier. Niet op die manier. Oké, uw standpunt is duidelijk. Ik wens u nog een prettig verblijf in de regio. Dank u wel. Wat vind je van de versoepelingen woensdag? Dat vind ik niet goed. Nee? Nee. Waarom? Voor de zorg niet. Nee. Nee, de cijfers zijn nog te hoog, besmettingen. Veel te hoog. Ja. Oké. Veel te hoog. Ja, maar je hebt toch wel behoefte om even wat meer vrijheid te hebben, denk ik? Ja, maar ik vind voor de zorg vind ik heel moeilijk. Ja. 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 Dus wachten, zeg maar. Wachten, tot de cijfers dalen. Ja. Oké, okay, bedankt. Ja. Fijne dag nog. Versoepelingen die ze woensdag aan eventueel, hoe zeg je dat, toepassen. Want u hebt ook behoefte aan het terrasje pakken waarschijnlijk. Ja, iedereen heeft wel behoefte aan een beetje vrijheid, denk ik. Dus ik vind het prima. Dus, ook in het tempo nu gaat. Ondanks de oplopende besmettingen en de ziekenhuizen die vollopen. Ja, mensen moeten ook een beetje weer naar buiten toe. Dus, dat. U zegt doen. Ik zeg doen. Ja, ja oké, dank u wel. Fijne dag nog. Ik maak er niet zoveel gebruik van. Dus. Bent u blij mee dat de versoepelingen er zijn? Zeg, alles wordt anders als het om geld gaat. Ja. Maar ik vind het niet verantwoord. U vindt het niet verantwoord? Nee. U zegt ze moeten nog wachten tot de cijfers dalen. Ja. De besmettingen dalen, zeg maar. Ja. Oké, okay, ja. Nou, dat lijkt mij tenminste. Maar ik ben ook maar een leek. Ja, u hebt een mening. Dank u wel. Fijne dag nog. Wat vinden jullie van de versoepelingen die ze woensdag gaan toepassen? Want jullie zijn ook toe aan het terrasje, denk ik. Ja, we zijn, Lekker visje kan ook nog, zonder terrasje. Versoepeling? Ja. Mensen moeten zich verstandig gewoon nadenken over zichzelf. Ja, en wat wil dat dan zeggen? De ziekenhuizen, die zit bijna gewoon de smet. Ja. En dan versoepeling. Ja, u vindt het niet. Wie is dan verstandig? Ja. Ik zeg ook van. Niet doen? Nee. Wachten tot de cijfers, zeg maar. Ja. Ja, maar als ik gisteravond ook zie, van er zijn 800 of zo'n beetje 800 mensen die dus in de IC liggen. Ja. En je hebt nog 600 mensen die bij huis
als het ware onder met zuurstof. Dan denk ik van ja, nou maar zoveel kikker. Nee. Ik ben toevallig allebei de geïnjecteerd, geprikt. Ja. Dus, allebei de prikken al of eentje? Eentje, ben je één keer de prikken. Dan ben je dus, nog niet helemaal immuun, hè? Nee. Oké, maar goed, dan heb je toch iets meer iets met de denken weet. Ja, minder kans minder om besmet te raken. Okay. Ja, maar straks, als het nu echt code zwart wordt, ja. Volgende week, en dan moeten ze weer dat terugdraaien en beslissen. Nee, drie keer zo hard veel commentaar dan normaal. Ja, dat zal en wie hebben we? We hebben ons alleen zelf hebben we ons maar. Ja, dus duidelijk. Gewoon wachten tot de cijfers dalen. Het is gewoon noodzakelijk. Ja, kijk eens naar India. Ja, dat is daar inderdaad. 2000 doden per dag. Ja, dat is zorgwekkend. 130.000 besmettingen per dag. Ja. Wat? Nee, nog meer. Zorgelijk allemaal. Maar goed, eet smakelijk verder en nog een fijne dag. Succes. Dank je. Liever niet, waarom niet? Oké, okay. Dat gaat. Waarom moet je filmen dan? Ja, het is voor Wij Zijn TV. Oh, hier. Ik ben wel een jointje aan het draaien. Oh, nou ja. Wat vinden jullie ervan dat woensdag de terrassen weer open gaan? Ja, goed. Alleen maar goed. Ja, alleen? Ja, dat is hartstikke goed, Jan. Oké, okay, maar er zijn ook mensen die zich zorgen maken. De cijfers, besmettingen lopen op. Zeg maar, de ziekenhuizen lopen vol. En dan de terrassen die open gaan. Ja, dan moeten we de economie maar laten kapot gaan hierom dan. Dat denk ik ook niet. Nee. De horecaondernemers die gaan hier ook niet op. Iedereen heeft een andere mening. Ja. Oké, okay, jullie zeggen doen. We zijn er wel aan toe. Ja, zeker. Oké, okay, bedankt voor jullie reactie en nog een fijne dag. Ja, hier aan het water in Dedemsvaart. Heerlijk. Ja.